Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik heb even heel snel het aangetrokken, want ik ga even het huis aan kant maken. En ik neem jullie daar even gezellig in mee. En dan kletsen we later even bij. Badkamertje is helemaal schoon, lekker gedweild, lekker stofgezogen, wc schoon. Heerlijk, begin van de week. En ook de slaapkamer, lekker alles stofgezogen en schoongemaakt. Lekker hoor, om zo dat elke week even een keertje goed te doen. De kleedkamer is ook stofgezogen en gedweild. En hier stond een stoel, maar die heb ik nu naar zolder gebracht. Dus dat geeft nog meer ruimte. Het enige wat eigenlijk hier nog ontbreekt is een mooie spiegel. Dus ik hoop dat we die ook snel ergens gaan vinden. Ja, mijn kantoor is echt nog een troep. Dit moet allemaal naar zolder, maar ik zal jullie even laten zien wat de status op zolder is. Dan snap je waarom dit hier nog staat. Nou, ook hier heb ik alles stofgezogen en gedweild. Er blijft toch van dit soort dingetjes staan. Dat moet eigenlijk allemaal ook naar de schuur. Dan hier. Oh, ik ben zo blij. De plinten heb ik gelakt. Die moeten alleen nog opgeplakt. Dat moet Justin even doen. En hier moet nog even een kapje voor gekocht worden. En die moet dan ook even meegeschilderd. Nou, de stoel heb ik dus nu daar gezet. Dan staat hier niemand in de weg. En het staat best wel heel gezellig. Justin heeft gisteravond nog deze spiegel opgehangen. Vind ik ook echt onwijs leuk. Zit nog een stickertje op. Moet ik er even afhalen. En voor de rest, ja, zijn dit ook dingen die gewoon even een plekje moeten krijgen. Die ladder moet natuurlijk naar de schuur. En die stofzuiger gaat naar de schuur, want dat is onze bouwstofzuiger. Ik heb dit net afgeplakt, want ik ga de deur vandaag nog even lakken. En al die spullen die op mijn kantoor staan, moeten hier. Oh. Nou, en zoals je ziet, is dat nu niet te doen. Justin moet eerst al zijn gereedschap uit gaan zoeken. Als dat allemaal uitgezocht is, kunnen we het allemaal een beetje een plekje gaan geven. En dan pas kan alles van mijn kantoor naar zolder. Dus lekker bezig geweest. Het is 10:30 inmiddels. 2 uur later. Ik ga nu eerst even ontbijten, want dat heb ik nog niet gedaan. Ik ga voor mijn stokkie. Gisteren, zondag dus, heb ik deze gekocht. Superleuk. Tenminste, mijn nicht had ze voor me gekocht. En die heb ik gisteren opgehaald. 2,50 bij de Action. Nou, sorry, maar dit is toch fantastisch. En ik heb er suiker en melk in. Nou, dan kan het gewoon zo altijd op tafel blijven staan. Dat vind ik leuk. Oké, ik heb mezelf helemaal opgekalevaterd. Moest ik best even mijn best voor doen. Want hè, het haar wou niet, make-up wou niet. Maar nu ben ik helemaal blij. Want ik ga filmen voor het Junior Songfestival. Ik ga een video opnemen voor hun, wat zij gaan gebruiken voor een aflevering. Heel erg leuk. Dus ik ga even alles installeren. Ik voor op de bank even een leuk setje maken. Een leuk set waar ik dit allemaal ga filmen. Allemaal leuke vragen. Is met allemaal oud deelnemers. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik ben benieuwd wie hier nog meer aan meedoen. Maar gewoon lekker vanuit huis dus. Dus ik ga even alles klaarzetten. De video is opgenomen en nu is het tijd om mijn vlog te editen. Fanbranding klussen af te ronden. En de boekhouding te doen. Nou, 100.000 jaar later. Ik heb echt keihard gewerkt. Al zeg ik het zelf. Super veel afgekregen. Ik was echt in een onwijs lekkere bui. Dus dat is heel fijn. Nu zegt waarschijnlijk mijn afspraak voor morgen af. Dus dat betekent ook nog eens dat ik morgen meer tijd over heb. Nu is het 4:30. Ik wacht op Justin. Ik sta hier met 2 boodschappentassen vol met flesjes. Met lege flessen. En ik ga even mijn jas aandoen. En dan gaan we even onze wekelijkse boodschapjes doen, hè. Ik kijk er altijd heel erg naar uit. Want ik vind het heel leuk om te doen. En Justin vindt het verschrikkelijk. Maar we doen het wel altijd lekker samen. Want Just kan dan lekker kijken wat hij meeneemt op zijn brood voor zijn werk. En we zijn altijd lekker op zoek naar de aanbiedingen. Dus pak een beet. Rond de €70 hebben wij per week aan boodschappen. En dan gaan we vaak nog 1 keer om in het weekend even wat lekkers te halen of zo. Dus ik denk dat we ongeveer €80 aan boodschappen in de week kwijt zijn. En ik vind dat best wel goed eigenlijk. Ik vind dat we dat best wel goed doen. Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag en ik heb Boemer gehaald. Want bij mijn ouders was iedereen vandaag aan het werk. Dus dan vind ik het altijd heel gezellig als ze lekker bij mij is.
Het zonnetje schijnt lekker. Dus we zijn even aan het chillen samen op de bank. Even kunnen vullen met Boemertje. En dan zometeen heb ik een call. En dan ga ik aan het werk. Dus het wordt een lekker dagje. Ik had 2 afspraken vandaag. En die hebben we allebei afgezegd. Dus best wel veel rust. Moet zo zijn, denk ik. Ik ga nog wel even naar de Action vanmiddag. Want ik wil even een leuke reel opnemen. Met allemaal leuke dingetjes van de Action. Die ik heel leuk vind. Dus dat is een doel van vandaag. En ik heb om 11 uur een call. Dus nou, we gaan het zien. Naar het schip strand vandaag. Kijk naar me. Call gehad voor fanrunning. En ik heb even lekker nog met Boemertje gewandeld. Nu is het alweer tijd om te lunchen. En ik ben dus begonnen, dat vertelde ik volgens mij in de vorige vlog ook al, met het dekken van de tafel voor mijn eigen lunch. Omdat ik dan echt even meer de tijd neem om te lunchen. Even van geniet. Echt even de laptop weg heb. Want ik zit natuurlijk steeds op mijn kantoortje. Dus ik ben echt even aan het lunchen. En met niks anders bezig. Nu zet ik dan even Married at First Sight op. Want I love it. Maar dat voelt heel fijn. Dus ik ga even lekker rustig lunchen. En ik ben meteen even naar de Action gegaan. Afwasmiddel. Of het allesreiniger heet dit. Was op. Zeep voor Justin was op. Een hele lekkere geurkaars gekocht. Heel fris, dus die ga ik zo even lekker aansteken. Rozenblaadjes, dat is voor een fanbranding opdracht, fanbranding klus. En dit mandje. En die leek me dus heel erg leuk voor in de badkamer met al onze geurtjes erin. Al onze parfummetjes. Dat staat nu in een, ik zal het zo even laten zien, in een glazen doosje. Maar die gaat een beetje roesten en die is een beetje stuk. Dus ik dacht, nou, dit vind ik wel heel erg leuk. Ja, oh, wat ik dacht, wat misschien leuk is. We hebben natuurlijk gisteren boodschap gedaan. Ik laat jullie even zien wat we allemaal hebben gekocht. Ik vertelde jullie natuurlijk dat we ongeveer 75 euro kwijt zijn voor boodschappen. En dit is wat we ervoor hebben. Ons koelkast was, bijna leeg. En dit is hoe die er nu uitziet. Dit is onze koelkast. Zoals je ziet hebben wij echt een mega grote koelkast. Dat hebben mijn ouders natuurlijk gedaan. Omdat we hier met heel veel woonden. Dus met z'n tweetjes voelt je altijd een beetje leeg. Maar wat wij standaard elke week halen zijn 3 pakken Optimal. Want dat drinken wij altijd 's ochtends. Pakken sap en fris halen wij eigenlijk 1 keer in de maand maar. En dan halen we er ook echt best wel veel. Maar dit is goedkoop en gewoon af en toe heel erg lekker. Ik drink eigenlijk zelf nooit iets uit een pak. Eigenlijk alleen maar thee. En ik drink heel veel limonade. I love limonade. En dan best wel waterig, maar ja. Heel lekker. Dus elke week halen we ook hiervan een fles. 3 Optimal. Een Griekse yoghurt. Maar ook 2 pakken normale yoghurt voor na het eten. Fruit natuurlijk. En dat is dan net wat lekker is in deze tijd. Dus dat zijn in deze tijd natuurlijk de sinaasappels. Maar de appels zijn ook heel lekker. Gehakt halen wij alleen. Gehakt halen wij alleen als het in de aanbieding is. En vanavond ga ik dit door de pasta doen, denk ik. En dan doe ik de rest in de vriezer, dus voor de volgende keer. Justin eet heel veel vleeswaar op zijn brood. Dus dat halen we ook elke week. Ik eet heel veel van dit, sandwich spread en smeerkaas. Dat halen we ook elke week. Elke dinsdag haal ik een blok kaas, want dan is het in de aanbieding. Justin neemt elke dag een breaker mee naar zijn werk. Dus dat is eigenlijk wat wij elke week halen. En we halen ook al avondeten voor de hele week. Dus wij eten deze week broccoli schotel, dat is met aardappeltjes, maar we eten ook pasta met die groenten. En we eten ravioli met spinazie. Ja, eigenlijk halen we ook altijd wel een komkommer. Dat komt eigenlijk altijd wel op. En dit is onze chocolala. Maar eigenlijk zit ik hier nooit in. Maar het is toch lekker als je onverwachts visite krijgt dat je even een blokje chocola op tafel kan zetten. En die natuurlijk. Dus dat eigenlijk. Maar ook hier hebben wij een voorraad. Ik eet heel veel ligakoekjes. Elke dag eet ik eigenlijk een ligakoekje. Rond een uurtje of 4 als ik gewoon zin heb in iets lekkers. Chips halen we elke week. Want wij zijn echt mega fan en verslaafd aan chips. Dus we doen altijd even een zak chips. Justin eet eigenlijk alleen maar deze chips. En ik eet altijd lekker van alles. Nou, dit is dus de sap waar ik het over had. Dat halen wij dus 1 keer in de maand. Misschien wel 5 weken. En dan halen we gewoon een heleboel, want dat kan je heel lang bewaren. Die staat hier.
Justin neemt natuurlijk allemaal water mee naar zijn werk. En die neemt ook dat soort flesjes mee naar zijn werk. En wij drinken heel veel Rivella. Dat kan ik wel even koud zetten. Want dat is zeg maar onder het frisdrank het beste, zeg maar. Het beste van het slechtste. Even kijken, wat hebben wij nog meer in de aanbieding? Dit is onze koffiecorner. Hier staat onze koffiezetapparaat. Elke week halen we ook koffie. En onze voorraadkast. We halen bijvoorbeeld elke week zo'n potje. Niet omdat we dat heel vaak eten, maar omdat we gewoon heel graag dit achter de hand willen hebben. Als, weet ik veel, ik een keer iets eet wat Justin niet lekker vindt. Of ik onverwachts alleen eet. Dan is dit altijd wel heel fijn. Dus als het in de aanbieding is, dan halen we dat altijd. En ik vind het ook fijn om dat soort potjes in huis te hebben. Voor als er ooit iets gebeurt, hebben we in ieder geval eten. Dus het is hier een beetje een bende. Maar dat is onze voorraad. Hey, het is vandaag woensdag. Ik heb nog helemaal niet gevlogd vandaag, terwijl het is al bijna 3 uur. Maar ik ben een what I eat in a day aan het filmen voor Reels. Oh, hallo. Hey. Dus ik heb af en toe gewoon het idee dat ik wel film. Dus ik ben het helemaal gewoon heel vergeten. Een straal vergeten, geen seconde aan gedacht. Maar ik ben het bij een... Ik ben net bij een fembranding klant geweest. Was heel erg leuk. Als altijd. Dus dat ga ik nu editen. Ik ben lekker achter de piano wezen oefenen. Dat gaat ook heel goed. Good morning. Het is vandaag vrijdag. Ik ga mijn jas aantrekken, want ik heb een afspraak in de stad. Daarna een afspraak voor fembranding. Het is echt een vreselijke saaie week voor jullie. Ik heb ook echt heel weinig zin in alles deze week op een of andere manier. Maar komt allemaal wel goed. Komt denk ik echt omdat ik gewoon ontzettend toe ben aan vakantie. Maar nu op naar 2 afspraken. Let's go. Weer thuis. Helemaal verwijt, verregend, verwilderd. Helaas. Helemaal mijn haar met de Dyson gedaan vanochtend. Daar is ook niets meer van te zien door al die wind. Verschrikkelijk. Meeting 1, gesprek 1 ging goed. En nu ben ik dus weer even lekker thuis. Even lunchen snel. En even een tosti aan het maken. En dan ga ik zo meteen door naar een fembranding klus. Content gaan schieten in een restaurant. Nice. En veel content. Want eerst ga ik op vakantie en daarna zij. Dus we moeten bijna een maand overbruggen. En dat gaan we dus vandaag allemaal schieten. En ik hoop vanmiddag nog even een reels voor mezelf te maken. Afspraak nummer 2. Let's go. Beetje balen dat ik jullie daar niet naar mee toe kan nemen. Ik kan er natuurlijk niet filmen voor de vlog. Dus het is echt super boring. Maar ik ga wel snel heen. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Weer een nieuwe week. Het is dus maandag. Het is inmiddels 2:30. Vanochtend begon ik met schoonmaken. Ik heb even bij de buren schoongemaakt. Want onze buurvrouw is zwanger. En ik heb haar even geholpen met het huishouden. Dus dat was een lekker begin van de ochtend. En nu zit ik achter de laptop. Ik ben bezig voor een fembranding opdracht voor een beauty salon. Ik ben nu bezig met het opknappen van hun Instagram, het opfrissen. Dus eigenlijk het uiterlijk, de buitenkant van hun pagina helemaal een beetje een nieuwe look aan het geven. En morgen ga ik daar weer even wat video's schieten. En wat content schieten. En dan kunnen zij lekker aan de slag met hun social media. Het is een heel druk weekje. Want we gaan dus zaterdag op vakantie. Ik heb wel afgelopen weekend heel veel al klaargelegd boven het logeerbed. Voor wat er moet ingepakt worden. Dus dat is heel fijn. Ik heb al een beginnetje gemaakt. Maar het wordt even een knalweekje. En heel veel fembranding. En ik probeer jullie daar gewoon een beetje mee te nemen. Dat is vaak gewoon een beetje lastig. Maar ik zal jullie in ieder geval in geuren en kleuren vertellen wat ik doe, wat ik heb gedaan. En als ik jullie iets kan laten zien, zal ik dat doen. Kijk, nou zo lekker dat zonnetje ons huisje in. Een beetje honger. Ik had maar 1 broodje op. Dus ik heb even een broodje in de rooster gedaan. En ik eet dus heel vaak dit als lunch. Nou, even een lekker lunchje. Goedemorgen. Weer een hele drukke dag voor de boeg. Bed hair day. Super kloten. Dus ik heb besloten mijn haar zo te doen. En pas als ik wegga, daar aandacht aan te besteden. Want anders ben ik nu 6 jaar bezig. En daar heb ik geen tijd voor.
Ik heb vandaag 2 fembranding klussen die zowel gefilmd moeten worden op locatie als geëdit moeten worden als aangeleverd moeten worden vandaag. Want bijna op vakantie, dus een beetje tempo maken, want ik wil alles af voor vakantie. Dus ik ga nu nog even door met voorbereiden, bijna klaar. En dan ga ik zo meteen die kant op nadat ik deze drol op mijn hoofd heb gefatsoeneerd. Oh, gisteren kwam dit binnen trouwens. Even neerzetten. Mijn nieuwe sneeuwschoenen, snowboots, moonboots. Ik vind ze echt heel leuk. Ze zijn van... Heb ik ze nou gekocht? Even kijken. Oh, Pooh & Bear. En ze kunnen dus zo omgevouwen als zo. Nou, ik vind het echt heel leuk. Super dikke zool. En ze zitten echt mega lekker. En ze waren €35 volgens mij. Iets eerder terug van mijn afspraak dan ik had verwacht. Dus ik kon nog even naar huis. Ik ga vast een beginnetje maken met het editen voordat ik naar de volgende klant ga. Inmiddels 2:30. Ik heb een hele lekkere dag erop zitten voor fembranding. 2 klussen. Foto's maken, filmpjes maken, voornamelijk video's en hier en daar wat content voor Instagram erbij. En ik ga nu naar huis alles editen en opsturen. Want voor de vakantie moet het rond. Dus ik ga even door waarmee ik net bezig was. Het is een beddenwinkel waar ik elke week content maak. En daarna ga ik door met de klus waar ik net was. Ik was net bij een schoonheidssalon waar ik allemaal video's heb gemaakt voor reels, stories. En dat account ga ik ook overnemen. Dus dan weten jullie meteen een beetje wat fanbranding inhoudt. Eigenlijk het ondersteunen van bedrijven op social media gebied. Dus het overnemen van social media of het ondersteunen. Of alleen de content maken. Inmiddels is het 4:00. Tijd voor een break. Ik neem echt elke dag wel een keer een liga. Best een goed tussendoortje. Lekker Spotify op, want ik ben lekker aan het editen zonder geluid. Dus ik kan lekker muziek luisteren ondertussen. En ik schiet al lekker op. Maar wat een werk. Oh mijn god. Aan gebrek aan ruimte voor de was. Onze waslijn is even tijdelijk niet in gebruik. Dus hier hangt nu de was. Okay. Maar ik wou iets anders zeggen. Ben ik de enige die dit doet? Bereken totdat je de binnenkant overhoudt en die als laatste opeten. Ach. Ik heb lekker gekookt en het is klaar en het is gewoon nog licht. Oh mijn god, 6:00 en nog licht. Ik eet in mijn eentje, want Justin is naar de kapper. En als Justin straks thuis komt, ga ik naar Quinty, naar mijn vriendinnetje. Dus ik eet even lekker in mijn eentje en special forces op. Heerlijk. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Dit is heel spannend, maar hé, het lukt wel. Het is vandaag woensdag. Een goede outfit van Björnborg mee. Ik ga samen met Esneetje, met mijn beste vriendinnetje. Echt super leuk. Die is nog nooit echt mee geweest naar een event. Dus ik ben benieuwd wat ze ervan gaat vinden. Kijk, ik ging afwas meer. Dus ik ga over een kwartiertje rijden. Dan ga ik nog even tanken. En dan ga ik richting S. En dan gaan we samen met de trein naar Amsterdam. Gaan we nog even lunchen in Amsterdam. En dan om 2:30 is het event. Dus helemaal gezellig. Ik heb er echt heel veel zin in. Het is nu 9:30 en ik heb met haar om 9:45 afgesproken. Dus het gaat helemaal goed komen. Ik ga even ontbijten en dan actie in de tent. En het is vandaag Valentijn. Ik had dit in Justin zijn schoen gestopt. Wat erin staat, hou ik natuurlijk lekker voor mezelf. Maar kijk nou hoe cute hij en helemaal gezellig lief kaartje gemaakt op Canva. Echt heel leuk. Hij vond het heel leuk, zei hij net. En we beginnen met een lunch. Ik heb een lekker broodje en Esme. Nog niks. En we gaan deze delen en er komt er nog een aan. Eet u smakelijk. Lekker. Hey, het is 5:10. Holy moly. Echt gewoon, nou ja, toch je hele dag ermee bezig. Om 9:45 vertrok ik thuis. En het is nu 5:10. Ik ben over 10 minuutjes thuis. Dan ga ik me omkleden, even lekker douchen, omkleden. En dan ga ik lekker met Jus uit eten. Want het is Valentijnsdag. Dus daar heb ik heel veel zin in. We gaan echt heerlijk
uitgebreid eten. En je kan mij echt werkelijk waar met niks zo gelukkig maken als eten. En Justin is dat ook. Dus ja, beter kan onze dag niet afsluiten. Kunnen we onze dag niet afsluiten. Hey, het is vandaag donderdag. Daar moest ik even over nadenken. Ik leg jullie even tussen de bananen en de gember. Ik ben even bezig met het maken van een broodje. Het is namelijk al 1 uur. Ik ga even lunchen. En over 20 minuutjes ga ik richting pianoles. Heel leuk. Weer een half uurtje les. Ik heb echt heel slecht geoefend de afgelopen 2 weken. Want het was zo intens druk. En dat haat ik. Ik moet ook zeggen dat ik het ook echt wel een beetje miste. Want zoals ik al vaker vertelde, het voelt voor mij echt als ontspanning, dat oefenen. Omdat je helemaal nergens... Tostiijzer. Omdat je helemaal nergens anders over na kan denken dan de piano. Maar ik had gewoon echt geen tijd. Good morning. Het is vandaag vrijdag en wij gaan mijn auto leeghalen en stofzuigen en zo. Eerst alle troep eruit. Ik weet niet of je het kan zien, maar we moeten zeer nodig tanken. Nog 7 kilometer. Spannend. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Ik heb gisteren de hele dag niet gevlogd. Al een hele drukke dag met inpakken. En het ging allemaal niet vanzelf. Maar het is uiteindelijk allemaal gelukt. Het autootje is schoon. Nu even drinken op drinken. En dan op naar wintersport. Het is echt tering koud. Het is zondag vandaag. En het is nu 7 uur. Nog niet 7 uur, bijna 7 uur. Om 7 uur hebben we met z'n allen afgesproken om weer te gaan rijden. We moeten als het goed is nog 2,5 uur. Maar mijn oom en tante hebben er gisteren 8 uur over gedaan. Over de laatste 2,5 uur. Dus ik hoop dat het ons vandaag mee zit. We hebben vreselijk geslapen. Het bed was echt drama. Het was voor de rest een prima overnachtingshotel. Kamer was netjes. Niks aan de hand eigenlijk. Maar het bed was gewoon erg zacht. En Jus is nu aan het tanken. En dan gaan we weer die kant op. Is het tijd om echt naar het gebied te gaan rijden. Dus nog 2,5 tot 3 uur. Door een foutje hebben wij per ongeluk van zondag tot zondag gereserveerd. In plaats van... al 1000 jaar van zaterdag tot zaterdag. Maar het rijdt zo lekker. Gisteren was er echt geen hond op de weg. Ik zal even een filmpje inplakken. Er was echt geen hond op de weg. Het was zo rustig. We hebben echt... nou, het was 8 uur rijden. We hebben er precies 8 uur over gedaan. Super chill. Dus dat eigenlijk. Justin heeft hier ingereden. Ik heb hier gereden. En ook bij mijn ouders gereden. Dus we verdelen het goed. Mijn ontbijtje. Denk het. Even Trien? Ja, jongens. Wordt nu ingewerkt. En gewoon alleen in de bed. Ja?